Wie ben jij? Ik ben Jade. En hoe oud ben jij? Ik ben 14 jaar. Cool. Jade, weet je wat je zelf kan? Nee. Ik dacht het al. Je had niet verwacht dat we met vier gingen draaien, hè? Nee. En dat is een supermooie eigenschap, houden zo. Dat soort bescheidenheid, terwijl je dit kan teweegbrengen bij niet alleen deze vier coaches, maar iedereen in deze ruimte, want jij vulde de ruimte met jouw stem. Dank u. Super, echt waar. Ik ben fan van jou, nu al. Super gedaan, ja, echt. Jade, ik word echt super onzeker hiervan, want ik kan totaal niet zo zingen zoals jij. Dus jij kan mij beter leren zingen dan ik jou. Maar ik heb wel heel veel andere dingen die ik jou kan bijbrengen als coach. En ik hoop dat je in Team Gers komt, want je hebt mij geraakt. En ik vond dit het beste tot nu toe, man. Dit was... Ja. Echt waar. Dank je. Lieve Jade, jij lijkt me zo het soort meisje dat nog niet half beseft wat dat ze kan. En nog niet half beseft hoe mooi dat ze is en nog niet half beseft wat de wereld daar allemaal te bieden heeft. Je ziet mij er super onzeker uit en ja. Ik zou super graag met je werken. Dat je kunt zingen, dat kun je al. Daar hoef ik je nu bij te helpen. Maar ik zou super graag met je uitzoeken wat we samen nog kunnen doen en hoe je kunt groeien in het op het podium staan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Ik, vind, ja. ik denk dat Dua Lipa schrik moet beginnen krijgen. Ja. Inpakken, ja, dat is hier. Ja. Dank u. Ik meen het echt. Jade, ik vind wel dat je ziet dat jij echt met een rust op het podium staat. Ja. Jouw lichaam doet eigenlijk al perfect wat een performer moet doen. Alleen het is nog in je mind. Het moet nog in je hoofd. Ja. Het knopje moet om dat je denkt, ik ben een lekker ding. Ik ben een coole chick die hier gewoon op dit podium iedereen gaat betoveren. Want dat doe je. Alleen ja, je moet er zelf nog in geloven. Ik heb nog één vraag. Mag ik een selfie met jou nemen voor het geval je hierna wereldbekend wordt? Ja. Dan heb ik nog al een foto met Jade. Maar nu ben ik al jaloers. Oh, ah ja, maar ja, dat kan ik zeggen van ik heb die nog. Ja. Smooth. Dat kan nog veel geld waard zijn. Oké, dan is het nu aan jou. Jij hebt nu de luxe keuze om te kiezen uit vier topcoachen. Ik denk dat ik toch voor Gers ga gaan. Dank je wel. We gaan echt hele toffe dingen doen. Doe een selfie en ik hulp van hem. Ja, ik heb hem toch, ja. Ja, maar ja, wij willen ze weg hebben. Dit is toch geweldig? Geweldig! Is dit niet normaal, man? Jesus!
ik stop er niet mee, man. Mijn hart kon dit niet aan. Hoe jij door dit programma fietst. Amai. Dit is echt zo... Doorheen fietst? Ja. Mijn hart is hier bijna gestopt, man. God, god, god. Ja, mijn hart ook. Dat was gek. Dat was zijn. Zo goed. Op meisje toch? Ja. Nu komt alles eruit, hè? Ik heb. Dat is dan al regeltje 1 voor een superster. Altijd waterproof mascara. Heel dikke proficiat en ik zie jou terug in de battles. Ik ga je nog een dikke knuffel geven. En pas op met die selfies, hè, want later is dat veel geld waard. Krijg nou, Tieter. Hé, oké, of wat? Ik voel...